Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Marianne Mudder. Actrice, schrijfster en therapeut. Dag Marianne, welkom. Hallo. Ja, <laughs> uh, ik, ik zei actrice, schrijfster en therapeut. Uh, ja, mensen zullen je waarschijnlijk... Uh, Vooral kennen als actrice ja, over het algemeen. Ja, denk het wel. Ja. 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 Maar je hebt de laatste jaren toch ook aardig wat geschreven: romans, maar ook, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, zelfhelpboek, toch? Ja. Um, een vriendin van mij uh, maakte mij op, uh, op jou attent. Zegt van: vraag uh, Marianne En dus ik denk, nou, dat, dat lijkt me wel een goed idee. En zeker wanneer zij dat zegt. Is dat een reden om dat te doen? Ik heb um, uh, in ieder geval jouw laatste boek uh, uh, gelezen. Wat ik eerder had willen weten. Mm -hmm. um, en uh, ik heb ook wel even gekeken in de sofa-sessies. Um, maar we gaan ons vooral richten op het, uh, op het laatste boek. Yeah. Um, wat ik, wat ik zelf ook wel fascinerend vond, is dat je tamelijk openhartig bent in uh, nou ja, je, je eigen weerdegang. Om het maar eens op zijn Duits uh, te zeggen. En ik, ik, ik somde al op, hè? dus uh, actrice, schrijfster en, uh, en therapeut. Uh, misschien toch, voordat we nog wat meer op de inhoud gaan, even kort uh, ja, je levensloop. Ja, nou ja, de, 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 de levensloop zit al in die, in die slash-carrière, nou ja. zeg maar. Um, dus ik heb, ik heb een hele sterke ontwikkeling doorgemaakt in mijn leven. Ik ben, ben ooit begonnen als secretaresse en, en uh, dat beviel heel slecht. Dus toen ben ik uh, met wat omwegen actrice geworden. Ja. En dat uh, een groot aantal jaren gedaan. En ondertussen, ik heb altijd geschreven, mijn hele leven al. En op een gegeven moment was het tijd daar om een boek te gaan schrijven. Ja, wat en, waren de belangrijkste rollen voor jou? Nou... De belangrijkste rollen voor mij zijn de rollen die de meeste mensen niet kennen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Want uh, ik, ik heb uh, um, bijvoorbeeld het stuk Andromage, de uit ja. de, 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 Griekse, de Griekse oudheid. Dat heb ik, ges, heb ik gespeeld en dat is een van mijn favoriete rollen. Ik speelde de titelrol. En, um, dat was als uh, toneel. Uh, was een, toneel, een toneelstuk, ja. 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 En, um, ja, en ik heb meer toneelrollen gespeeld die me heel erg uh, aan, nou, aan het hart liggen. Mensen, kinderen met Kees Hulst. En, uh... Maar de meeste mensen kennen me natuurlijk van, uh, van, van vrouwenvleugel, maar vooral van Baantje. Ja. En, uh, en daar heb ik natuurlijk ontzettend veel aan te danken. Dat, dat ja. heb ik heel lang gedaan en dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. Dus die zijn ook heel belangrijk. Ja, nou, uh, mm. laat, laat ik daar meteen op uh, inhaken, want uh, je refereert er ook aan uh, in, in, in je boek. Um, en dat je op een goed moment uh, eigenlijk ook kampt met uh, nou ja, zowel uh, angst als uh, ja, toch ook minderwaardigheidsgevoelens. Um, en uh, dat, dat jij op een goed moment, dat dat je zo in de weg stond, dat je eigenlijk uh, ja, de voorkeur ook gaf aan televisie, ja. uh, omdat je dat toneelspelen nauwelijks meer op kon brengen. Ook. Ja, ik vond, dat, ik vond dat veel te heftig. In het begin, ja. in het begin bedoel, ieder, elke acteur staat doodsangsten uit. Maar dat verdwijnt op het moment dat je op toneel bent. En op een gegeven moment ging het bij mij niet meer weg. Dus ik ja. stond te hakkelen op toneel. En ik was voortdurend hyperbewust stond ik op het toneel. Ja. En, en dat is dodelijk. Dat is dodelijk voor je spel. Het is ook dodelijk voor je welzijn. Ja. Dus, uh, dus ik vond het uh, veel te stressvol. En televisie, op de, op de set staan, daar voelde ik me betrekkelijk rustig. Omdat dat was voor mij een, een redelijk veilige uh, habitat, zeg maar. Ja. Want alle neuzen staan dezelfde kant op. Er is niemand die naar je kijkt om in mijn hoofd mij te beoordelen of veroordelen. Want daar gaat het natuurlijk ja. vooral om. Dus, en iedereen helpt elkaar. Je bent, het is een reizend circus en je bent met elkaar iets aan het maken. Dus, en dat past er veel beter bij. Dus toen ben ik, ben ik, uh, heb ik een rijke carrière bij de televisie uh, gekregen. Ja, ja. ja je, je, je hebt op een goed moment ook over. dat je, dat je zei, je was zo gespitst ook. Uh, terwijl je aan het toneelspelen was op geluiden uit het publiek. Hè? Dus ja. waar ook een, nou, een thema waar we dadelijk ook wel uh, over gaan hebben. dat, dat oordeel van, van, van anderen. wat voor jou heel erg uh, ja. zwaar um, ja. woog in die, in die periode. Ja. Ja. Uh, maar ook in de kleinste dingen zich eigenlijk al, uh, ja. al aandiende. Um, je vertelt ook dat je op een goed moment um, uh, een, um, ja, de, schakel, de schakelaar omzette. Ik meen dat het op uh, vakantie was, was het niet in Italië. Ik ben even kwijt uh, waar het was. Maar in ieder geval um, dat ik, je in het hotel zat. Ja, toen ja. de Sabetical van mijn hoofd kwam. Ja. ja, ja. Nou, dan was, was wel het nodig aan vooraf gegaan. Dus ik, ik had al. Uh, ik had al grote crisis, een rouwproces slechts een beetje burn-out achtig gebeuren. Maar het ging niet zo goed met me, zeg maar. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik, uh, denk ik, 49. Oké. Okay. Dus uh, to, toen was ik al uh, ja. een eind op weg, zeg Ja, maar. precies. En uh, dus ik, ik had een uh, groot, groot verlies geleden en, uh, en, en uh, het werk stopte, dus dat was ook heel zwaar. Dus alles, mijn hele leven stortte nou, er eigenlijk zwart in. Dus ja. ik... Uh, dus ik, was, ik ben meer dan een jaar zwaar depressief geweest. En ik zat depressief in die hotelkamer. Ja. Want ik, ik was naar Wenen gegaan. voor oh, Wenen? Voor, of... voor, ja, voor Klimt. Ja. Voor Klimt, voor Klimt voor, vanwege de schoonheid en de troost. Ja. En, um, en ik zat op die hotelkamer. Het regende heel hard. Dus ik, ik had geen zin om naar buiten te gaan. Dus ik zat daar op bed, een beetje naar buiten te kijken... En ondertussen hoorde ik mijn eigen gedachten, die ik heel goed ken. Maar opeens hoorde, het was alsof ik ze vanuit een andere dimensie hoorde. En, en ik hoorde hoe ze tekeer gingen tegen me. Een hele strenge, negatieve stem die... Hm? Ik kreeg de schuld van het feit dat ik me zo slecht voelde. Uh, het was mijn schuld dat het met mijn carrière niet goed ging. Het was mijn schuld. Alles was mijn schuld. En ik moest heel hard gaan werken om alles weer in orde te maken. Maar ik was op dat moment. Want ik, ik heb me eigenlijk vr, uh, uh, voor het eerst van mijn leven ook heel erg overgegeven aan, aan die depressie. en aan dat hele slecht voelen. Mm -hmm. Dus tegelijkertijd wist ik, dat kan ik helemaal niet. Ik, ik kan mijn, sch mijn schouders er helemaal niet meer onder zetten. Dit, ik, ik ben nog... Ik ben niet in orde. Want dat had je eigenlijk maar voorheen wel altijd gedaan. Ja. Wel van een heel, tand op elkaar en precies, doorgaan. Precies, altijd heel erg... Ik heb altijd heel hard gewerkt om, omdat er altijd een, een, een heel wankel evenwicht was... tussen uh, word ik depressief of niet, weet je wel. Dus het, ik, ik, dat wel... voelde je gedurende die jaren al eigenlijk. Ja, ik had ja. altijd een beetje een milde depressie als ik niet ja. uit, uitkeek. En als ik maar hard genoeg werkte, met veel sporten en allemaal dingen, dan, dan hield ik mezelf boven water. Maar toen deze crisis gebeurde, toen heb ik voor het eerst, eigenlijk door de wijsheid van alles wat ik daarvoor had meegemaakt, heb ik voor het eerst gedacht, ik doe helemaal niets. Ik ga niets doen, actief doen, om me beter te voelen. Ik heb me letterlijk achterover laten vallen en ik heb de pijn toegelaten. En dat is het begin van mijn herstelproces geweest. Omdat daarvoor was ik altijd bezig met. Ik moet me goed voelen, ik moet me goed voelen. En nu dacht ik. Ik ga me gewoon eens heel erg slecht voelen. Want misschien dat ik het dan eens structureel oplos. Dus ik, ik, ik ben gaan voelen. Ik, ben de, ik heb de pijn toegelaten. En toen ben ik heel zwaar depressief geworden. En. Lang verhaal kort, daar ben ik ook vanzelf weer uitgekomen. Dat moest ik uitzieken. Maar in die hotelkamer, daar was ik me op voor het eerst bewust van die hele negatieve stem. En dat ik dacht, waarom moet ik eigenlijk doen wat deze stem zegt? Terwijl daarvoor deed ik alles wat die stem zei. En, en dat was echt een soort realisatie, dat ik dacht, ik, 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 daar hou ik eens even mee op. Met luisteren naar wat die stem zegt. Want ik kan het helemaal niet. En, en dat vond ik ook heel spannend. Want ik dacht echt, ik was zo geïdentificeerd met mijn denken. Dat ik echt dacht van mijn leven, ik, ik, alles loopt in het honderd. Als ik niet meer doe wat mijn stem zegt. Dan betaal ik mijn rekeningen niet meer. En dan weet ik veel wat er gebeurt. Dus ik vond het heel spannend. Maar toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk dat alles gewoon doorging. Als ik, en dat ik dat stemmetje gewoon kon laten lullen. En dat ik prima in staat was om nog steeds verantwoordelijkheid voor mijn leven te nemen. Ja, dat, dat is ook het moment, uh, zo begrijp ik aan je boek in ieder geval, waarop uh, het schrijven echt doorbrak. Ja, hè? ja. Uh, Want toen, omdat, ik, omdat ik mezelf veel meer ruimte gaf om iets te mogen doen in plaats van te moeten doen. Toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. Wat ik al, al langer wilde, maar ja, natuurlijk nooit tijd. En dat was, dat altijd, was de roman? En dat was een roman. Ja. En die heette. Ja. Met de toepasselijke titel Geluksblind. Ja. <laughs> ja. En. Uh, um, en dat bedoel ik. Vertel het nu alsof, alsof ik van de ene dag op de andere. een soort. in een verlichte staat was. Zo was het niet. Maar het was wel een. een, een grote stap in mijn bewustzijn. dat ik me realiseerde: ik, die, die stem. die is niet goed voor mij. Ja. Um... Wij hebben eh, als Nieuwe Wereld ook een, een uitgeverij. Eh, recent hebben we het boek uitgegeven van Byung-Chul Han, De Palliatieve Maatschappij. Ja. Eh, hij, daarin zit ook een hoofdstuk dat handelt over eh, pijn en literatuur. Eh, nou komt dat thema van pijn ook in jouw boek eh, voor. En je maakt ook het, eh, een mooie onderscheid, wat bij Han overigens niet is uitgewerkt... Uh, tussen pijn en lijden, dat is meer vanuit de boeddhistische traditie, ja. neem ik aan. Ja. Ja. Um, ga, gaan we dadelijk nog, ook nog even over hebben, over dat belangrijke onderscheid. Ja. Maar in ieder geval, hij um, uh, ja, verhaalt daarover een, um, eigenlijk de, hoe in de literatuur die pijn ook productief uh, wordt. Niet dat, niet dat dat een doel op zich is, maar dat het in het toelaten van de pijn... Eigenlijk ook um, ja, iets kan gebeuren, waardoor, um, je zou kunnen zeggen, um, zaken verdiept worden um, dat we, uh, en ook dat wij woorden aan iets moeten gaan geven, wat eigenlijk lange tijd sprakeloos of stom is gebleven. Ja. Het thema van de stomme pijn. Uh, het zit ook bij jou in die notie van pijnlichaam, hè, die, uh, die je aanhaalt. Ja. Um, en, en ik, toen je dat zo vertelde over: Ik, ik liet op dat moment zeg maar uh, het, ja, alles komen. En ik, ik raakte in die depressie. Was dat ook het moment waarop eigenlijk, uh, nou ja, het, het, het woord een uh, soort van uh, letterlijk een op verhaal komen was. Dus dat, dat het verwoorden een deel was van hoe, hoe de pijn, uh, nou ja, uh, jou iets ook leerde, of bewust maakte. Of, Luchtiger maakte, doordat het verwoord werd, dat het losser werd of zo? Um, ja, aan de ene, aan, dat, dat, dat is de ene kant ervan, dat, ik er, dat, ik, dat, dat het een verhaal is geworden. En waar, waar, en waar dit boek uiteindelijk ook een, een, ja. een uitvloeisel van is. Maar wat er ook gebeurde, is dat ik me bewust werd van het feit dat ik al heel lang met levenspijn rondliep. Ik had een angst voor het leven. En, en mm -hmm. nou, dat is een levenspijn. Dat, dat zo ja. wordt dat wel ervaren. Um, en dat ik dat bedekte met. met en ik, daar was ik ook heel goed in. Dus ik bedekte dat met eigenlijk een vrij leuk leven. Ja, <laughs> ja. He, velen zouden voor tekenen. <laughs> Precies. Ja. En, uh, dus met, ja. veel, met veel opwinding en, veel, en toen ik jong was, veel uitgaan. Ja, en dat geldt en... natuurlijk ook voor die mediawereld. Er he. is heel veel afleiding. Het is ontzettend dus, veel afleiding. Ja. En, en ook veel verliefdheden. En ik, ja. ik dekte ook de ene, weet je wel, het ene gebroken hart dekte ik met de andere verliefdheid weer, ja. weer, weer, weer toe. Dus ik ben nooit. en ik heb een. Ik ben op mijn 27e al op, in therapie gegaan. Dus ik wist dat er iets niet, ja, ja, niet ja. in orde was. Dat ik dat ik uh, dat ik ook voortdurend te maken had met, met, met angst en met, en met die, die depressie, met die depressieve gevoelens. En die me ook heel erg blokkeerden in allerlei dingen. Maar, maar dat, dat toedekken. Van, van de levenspijn en, en waar onze maatschappij natuurlijk enorm in voorziet, in voortdurend afleiding en, en verdoving, daar hield ik mee op. Dus ik ben gestopt met mezelf te verdoven. En, nou, dat... en, en toen kwam niet alleen de pijn van dat grote verlies, maar ik heb, ik, ik heb later echt wel gevoeld, als om, het, om de term pijnlichaam maar weer even te gebruiken, dat dat pijnlichaam minder sterk was daarna. Dat was alsof dat. Ik, ik, ik heb een, een dag gehad dat ik, dat ik als het ware in. Dat voelde heel fysiek, dat ik in brand stond. Mijn buik helemaal in brand stond van de pijn. En, en dat ik ook dacht, het lijkt wel alsof er iets. Ik, ik weet dus niet wat er gebeurde, maar het voelde alsof er iets aan het wegbranden was. En later kon ik echt ervaren dat dat, dat pijnlichaam. Wat altijd best heftig was en, en actief was, dat was minder. Dat was gewoon. Ik had, was in kracht afgenomen. Ja, ja. Maar dat betekende dat je ook, ook letterlijk. Uh, um, anders in je lijf zat, anders in je vel zat. Totaal. Dat... Ja, ja. Dus ik nu ook als, als therapeut. wat ik mensen. Ja, maar neer... dan zijn we bij het, bij het de derde onderdeel, dat het is, volgende. mooi. Precies, ja. precies, ja. Uh, want ik ben door die crisis ben ik, ben, ben ik me ook gaan uh, la, heb ik me laten omscholen en zo. Dus uh, nu doe ik dit werk. En wat ik mensen ook leer. Heel veel mensen maken de vergissing als je het hebt over pijn toelaten. Dan komen ze over het algemeen terecht in hun afweerreacties. Ja. Ze worden boos of... ja. Maar dat is, niet, dat is niet de pijn toelaten. Dat is je verzetten tegen de pijn. Ja. Ja. Dus het, voor heel veel mensen is het heel lastig om werkelijk bij die pijn te komen. Omdat dat overlevingssysteem vaak zo sterk is, wat we hebben. Dus dat, dat, dat schiet meteen in de afweer. Want Dat, ja, dat, wel, dat, een, pijn dat is wel een, een belangrijk inzicht. Hè? Ik, ik heb dat jaren geleden ook uh, voor het eerst van iemand gehoord. En, uh, ik herkende dat en ik kon het ook meteen plaatsen in. Uh, in mijn dan de filosofische traditie. Maar die zei me van woede is niet de laatste emotie. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. En, en woede uh, in, de, in, de, in het Griekse denken uh, is, wordt verbonden met, met de thumos, met uh, ja, het, het gemoed. Maar het is ook moed. Het, het, het is eigenlijk uh, uh, dat deel wat, wat uh, ook ons ook in staat stelt om iets heel nobels te doen. Um, het, het komt enigszins overeen met wat je dat, dat die limbische hersenhelft noemt. Hè? Dus de, de plaats waar de gevoelens de, uh, uh, ja, aangrijpen. Um, maar het interessante is, en ook dat sluit denk ik aan bij de boodschap die jij ook uh, in, in het boek uh, hebt: um, dat Aristoteles ergens uh, in De Politica, zijn boek over politiek, uh, schrijft. Um, de tumos is het vermogen waarmee wij lief hebben. En uh, het is dat vermogen waarmee wij lief hebben... wat dus tegelijkertijd, dus, uh, als het gedeformeerd raakt... ook kan leiden tot uh, vormen van, van boosheid of woede... Uh, die eigenlijk destructief zijn. Ja. En dat, Voor hem is ook kalmte of bedaardheid... niet dat je... je mag best boos zijn... Maar je moet niet, uh, je erdoor, Want het is zelfs belangrijk dat je op bepaalde momenten je grenzen kunt aangeven. En kunt zeker. strijden voor datgene uh, uh, wat, je, wat je aan het hart gaat. Zo vertaal ik hem ja. ook vaak. Hè? Ja, dus Wat ja. je aan het hart gaat. Ja, ja. Dus dat betekent zeker, zeker niet een soort uh, nou ja, gevo, gevoelloze uh, meegandheid. Nee, maar wel zo dat je. Uh, ja, je het inderdaad niet, niet door op hol laat brengen. Letterlijk. Ja, en ook niet een ander ermee schaadt. Want dat ja. is in veel gevallen ook, ook aan de hand met woede: ja. Dat, ja. dat de ander beschadigd wordt. En woede kan zich ook tegen jezelf keren. Nee, er is ook een soort, een soort gezonde woede. Ja, je, dit, absoluut. Ik noem het ook ja. wel eens too angry to be scared. Hm. Dat kan je ook door moeilijke. moeilijke periode heen, periode helpen. heen helpen. Ja, absoluut. En dan, en dan is het een, een, een kracht, een, een hele sterke kracht die je, die je dingen laat doen waarvan je niet wist dat je ze kon doen. Dus woede is heel belangrijk. Maar woede is iets anders dan pijn. Ja, ja precies. En, 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 um, nee, we en angst, nog... weet je angst is in zijn essentie. In mijn optiek in ieder geval, in zijn essentie ook de angst voor pijn. Weet je, we kunnen bang zijn om te falen, of uh, we, al, we, noemen de, we geven er allemaal namen aan, mm -hmm. aan aan die angsten, maar het is allemaal hetzelfde. Het is angst. En helemaal in zijn allerdiepste essentie is het denk ik gewoon doodsangst of de angst voor lijden, de angst voor pijn. Want als we afgewezen worden, dan ervaren we dat als een, als een pijn. Dus we zijn bang voor pijn. Ja, heel herkenbaar. Um, het brengt allerlei gedachten weer bij mij uh, op natuurlijk. Um, en, bij Aristoteles, ik haal hem heel vaak aan, ook hier, maar het speelt eigenlijk ook bij Plato, waar het gaat om de kardinale deugden. Uh, en ik heb me dat altijd uh, afgevraagd, uh, van waarom beginnen ze nou altijd met moed? En, um, maar ook wel gerealiseerd, natuurlijk, het, het is een krijgerachtergrond. Uh, dat heeft ook te maken met de specifieke Griekse samenleving. Maar de andere kant is dat dat, dat fenomeen van fobos, onze fobie. Hè, dat is uh, zo fundamenteel, en ik denk dat gaan we weg ook wel gaan zien, dat dat op, op orde brengen van je angsten, hè, dus, dus, uh, dat dat eigenlijk een heel fundamentele opgave is. En dat ja, heel veel ondeugd, zoals het bij hen wordt genoemd, of slechtheid, maar dan niet alleen, maar, maar teweeggebracht wordt door een, 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 eigenlijk een verkeerde angstregulatie. Te heftig voor de verkeerde dingen. In de, in een, um, uh, op het verkeerde momenten, uh, ja. uh, waardoor verwarring ontstaat. Hè. Dat is bij hen ook een heel wat Verwarring, waardoor ja. je dus dingen gaat doen die, uh, ja, die schadelijk zijn voor, uh, voor anderen, maar ook voor jezelf. Ja. Uh, dus het, het leven dat in de war raakt. Ja. En, ja. Um, en dat die moet, dus inderdaad, dat deel wat, wat jij ook verbindt met um, uh, dat, uh, dat reptiele brein, uh, dat, 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 dat die overlevingsstand, dat die heel. Ja, destructief kan worden. Ja, totaal. En ik, wat ik, ook in, in, ik zie het ook als een, als een maatschappelijk probleem, die angst. Dat veel te veel mensen te Absoluut. bang zijn. Ja. En, en, en uh, aan pijn is niet zoveel te doen. Uh, aan levenspijn wel, want als je, als je je angst oplost, dan heb je minder levenspijn. Maar er gebeuren natuurlijk altijd dingen in het leven die pijn ja. doen. Dat, ja. dat, dat is een gegeven. En als, als, als we het voor elkaar zouden krijgen. en ik vind, en daarom noem ik het boek ook wat ik eerder had willen weten. omdat ik echt denk dat het iets is wat je kan leren. wat je al op jonge leeftijd mee bekendgemaakt kan worden. En. en uh, nu ben ik even de draad kwijt. Maar. Uh, nee, dus, dus, je, neem, je, dus je had het over die. Uh, dat, dat, de pijn is een gegeven. Ja. Uh, en en dat, die, die angst. Maar, op, ja, ja, dat wilde ik zeggen. Ja. Dat, dat wanneer er. Uh, uh, pijnlijke dingen gebeuren in het leven, dat we daar minder bang voor zijn, omdat we weten hoe we ermee om moeten gaan. Mensen weten niet meer hoe ze met hun negatieve gevoelens om moeten gaan. En omdat we zo ontzettend in een, in een samenleving leven waarin, weet je wel, er wordt ons niet geleerd hoe we met pijn om moeten gaan, het wordt ons geleerd hoe we dat kunnen verdoven op alle mogelijke manieren. Gewoon in, in gezellige dingen, zeg maar. Maar ja. ook vanuit, vanuit, uh, vanuit de, de medische wereld. Het gaat alleen maar over verdoven en het sussen ja. van symptomen. En het onderliggende probleem, dat blijft en, en, en daar wordt niks aan gedaan. Ja. En dat is in mijn optiek voor een heel belangrijk deel angst. Um, ik kom daar dadelijk nog op terug, maar eerst even uh, die overstap naar, uh, naar jouw of de, naar de huidige levensfase, hè, dus als, als therapeut. Um, nou ja, je helpt dus ook anderen met, met zeg maar, be zich bewust te worden of gewaar te zijn, mm. zoals je het ook zelf aanduidt. Van wat er wat er omgaat. Um, je, je ontwikkelt een, nou ja, ook, ook in je boek um, een. een, ook een dat we zeggen, een bepaalde methodiek... of in ieder geval uh, wegen, laat ik het maar zo uh, uh, schetsen... Ja. waarop je uh, nou, in ieder geval uh, uh, dichter bij jezelf komt. En, en ook die zelfaanvaarding uh, uh, als, als toch een van de centrale opgaves uh, kunt, uh, kunt realiseren. Ja. Um, nu sprak ik jou zo even over uh, die gebeurtenissen in Wenen op die uh, hotelkamer... Um, en je, je merkte op dat je op dat moment eigenlijk uh, gewaar werd uh, van die stemmen. Dat je die. Uh, dus dat dat, dat dat. Van mijn ego, door. ja. ja. Is het ook zo dat dat, laten we zeggen, uh, naar de ervaring zelf. Uh, kijkend, uh, iets, iets wat je toen opviel? Of had je het. Had je het eerder gehoord en, en begon je te herkennen? Of ja. wat, wat was de, de ik, beweging? Ik, ik, heb, ik heb daarvoor heb ik zoveel boeken gelezen en workshops en God mag weten, wat we allemaal gedaan, beschrijf ik allemaal in zoveel. Ja, sessies. precies, dat zijn die. Uh, ja. Ja. Maar, maar het begrip ego, dat kende ik natuurlijk wel, maar dat ja. bleef een concept, zeg maar. Omdat ik zo in mijn denken zat, ik. Was, ik, ik, ik durf wel te zeggen dat ik verslaafd was aan denken. Dus ik leefde in mijn denken. En dat ik voor het eerst dat ego stond opeens los van mezelf. Dus kon ik er naar kijken. Dat, dat, is, dat is een heel belangrijk moment geweest. Ja, dan komen we bij een, een heel belangrijke notie: ego. Ja. Uh, ook in je boek. Uh, uh, komt hij regelmatig voorbij. Je noemt hem ook wel de monkey mind. Nou horen we, horen we daar natuurlijk... Uh, laten we zeggen... in de, de New Age hoek... heel vaak uh, over spreken. heeft je, je ego, en je ego loslaten. En, uh, het is denk ik wel belangrijk... dat we een beetje scherp krijgen... Uh, waar, waar jij op doelt. Hè? En welke traditie je dan... Uh, ja, ja, nou, ja, ik ben natuurlijk ook... Uh, ik heb, ben natuurlijk ook ooit... in de, in de New Age uh, gedoken. En ik las dan wel over ego. Ja. En ik heb ook wel workshops gehad waarin het over ego ging. Maar het kwartje viel nooit echt bij mij. Nee. Omdat ik leefde zo in mijn gedachten en ik was zo geïdentificeerd met mijn gedachten. Dan is het heel erg lastig om te weten dat je gedachten hebt. Want je denkt dat je je gedachten bent. Dat, die fase heb ik in ieder geval heel sterk gehad. En, en het moment in het hotel. Toen had ik voor het eerst de realisatie van. deze stem beweert wel van alles, maar is het eigenlijk wel waar? Is het wel goed om te doen wat die stem zegt? Nou, wie praat er hier eigenlijk? Wie praat er hier eigenlijk, ja. ja. En hoe wijs is die stem eigenlijk? Ja, nee, ik zeg het ook omdat we gaan er meteen op verder hoor, maar eh, ik dacht af en toe ook toen ik um, um, jouw beschrijving las van, goh, dit, dit is nou wat, wat, wat in de Freudiaanse hoek alle, juist uber wordt genoemd. Hè? Want het is een oordelend, het, zijn de, het is de stem van je vader, het is eigenlijk... Hele, maar maar ja, jij kiest toch bewust voor, voor die notie ego? Ja. Um, omdat het zo sterk verbonden is met die mentale activiteiten. Ja, en ook heel sterk verbonden met zelfkritiek. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk waar ik het meest last van heb en dat is waar de meeste mensen heel erg last van hebben. Is dat, is dat die stem voortdurend iets te mekkeren heeft over jezelf en over alles wat je doet. Waardoor het ontzettend blokkerend is, ten eerste. En ten tweede, word je er bang van? Want die stem vertelt je voortdurend dat wat je doet niet goed is. En als je denkt dat je niet goed bent, dan is deze wereld een hele angstaanjagende plek. Want de, de, onze hele samenleving gaat over geaccepteerd zijn en erbij horen. Dat is, dat, is onze, dat is onze staat van zijn. We willen er nou eenmaal bij horen. Zo zijn we, zo zijn we gebakken. Ja, dus, dus, je, je, je ging eigenlijk, dus je deed een stap terug. En, je, en, en dat is ook um, waar je eigenlijk ook de lezer toe oproept. Hè? Of in ieder geval ook de mensen die, die, die kampen met uh, een bepaald soort uh, nou ja, existentiële of levensproblematiek. Uh, ja. Um, dus die stap terug te doen, um, zich bewust te worden van, door juist afstand te nemen en jezelf gade te slaan. Ja. Dus, dus soort... En je gedachten te observeren. Ik heb, ik heb ook allerlei meditaties gedaan in mijn leven. En ik, ik, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen: dat, dat je dan allemaal fouten maakt. Om, en, en de belangrijkste fout is dat je denkt dat je hoofd leeg moet worden, dat het stil moet worden in je hoofd. Nou, forget it, dat gaat niet gebeuren. Dus, dus, dus pas toen ik begreep dat ik moest leren mijn gedachten te observeren en er niet op te reageren, dan ontstaat er heel veel rust. Want dan, ga je, je ident dan, dan is die identificatie met dat denken veel minder. Ja, maar ja, ja, je, je houdt ook de remming eigenlijk terug of de blokkades. Of de, want er kunnen ook allerlei dingen naar boven gaan komen. Het is juist ook door die ontspannenheid eigenlijk van het toelaten. dat er naast die gedachten ook andere dingen op gaan komen. Ja, als je, als, je, hoe doe ik, euh, als je niet meer in dat heftige denken zit, dan ga je voelen. <laughs> en, en dat heftige ja, dus... denken komt vaak ook voort uit, euh, uit de neiging om van de pijn weg te willen. Dus om allerlei emotioneel onge ongemak niet te, minder te hoeven voelen. Gaan we in ons hoofd zitten en gaan we heel erg denken. Gaan we ook denken over wat er allemaal gebeurt enzovoort. Maar op het moment dat je dat, je dat denken wat, wat, wat verder wegzet, dan, dan kom je veel makkelijker in je lijf en dan ga je weer voelen. Ja, het is dus eigenlijk alsof je minder bevangen bent in één uh, gedachtenpatroon. Ja. En, en, en daardoor um, ook de ruimte creëert dat, dat andere dingen binnenkomen. Dus is een soort, soort van openheid die, ja. je, die je gaat uh, ja. creëren. Ja, die en, je, en, en uh, hoe kon jij zelf, zeg maar. Uh, wat, wat deed je? Je kunt natuurlijk, zoals in een, in een therapie uh, ook nogal eens gebeurt, uh, teruggaan naar uh, wat is de bron van die stem? Uh, dat is de, uh, dus de gebeurtenis uh, die misschien. Uh, aanleiding heeft gegeven tot een bepaalde frasen die je bent gaan herhalen, ja. gedachten die zijn opgekomen. Ja. Um, de, je opvoeding, uh, de stem van je vader, uh, de, de, de dominee, de strenge leraar, het publiek. Uh, hoe, hoe, um, um, hoe verhoud je je vervolgens tot die stemmen? Is, is het de bedoeling dat je ze. Probeert te, te, te traceren? Dat je de herkomst probeert te traceren? Nou, wat ik, wat ik doe met, met de therapie die ik doe uh, en die ik zelf ook uh, uiteindelijk heb ondergaan en waar ik uh, erg veel plezier van heb gehad, is wel degelijk uh, teruggaan naar de belangrijke pijnlijke momenten waarin je, bijvoorbeeld, waarin je onbewust de onjuiste conclusie hebt getrokken dat je niet goed genoeg bent bijvoorbeeld of dat je niet mag bestaan doordat je doordat je heel uh, doordat je op je flikker hebt gehad toen je jong was of gewoon omdat je voelde dat, dat je niet zo welkom was omdat het uh, gezin overbelast was of er kan van alles uh, kan van alles aan de hand geweest zijn waardoor je dat bent gaan denken ja want wanneer een kind dat wist ik was vond ik ook nogal een openbaring wanneer een kind een klein kind zich slecht voelt Waardoor dan ook dan gaat het denken dat het slecht is. Want een kind maakt geen onderscheid tussen zichzelf en de omgeving. Dus daar, daar komen heel veel van dit soort gevoelens uit voort. Gevoelens van ik doe het niet goed, ik ben niet goed. En, en als er dan woorden bij komen als zo'n kind ouder wordt, dan, dan worden aan die, aan die vervelende gevoelens worden woorden gegeven. En als je als je. Uh, teruggaat. Kijk, ik heb, ik heb therapieën gedaan waarbij ik uh, terugging, terugging of ging praten over dingen die vroeger waren gebeurd. En dan, en de, dan om, ging huilen van, oh, wat, wat was het toch erg. Ik heb helemaal niet zo'n slechte jeugd gehad, maar er zijn wel verdrietige mm -hmm. dingen gebeurd. Um, dat helpt niet heel erg. Nu huilen om wat er toen is gebeurd, daar heeft niet zoveel zin. Wat wel zin heeft... Is teruggaan naar een moment dat heel pijnlijk was in je jeugd. En proberen daar weer te zijn. Onze hersens kunnen mm -hmm. dat. Wij, onze hersens kunnen tijd reizen. Dus je kan zo'n moment weer helemaal beleven alsof het nu gebeurt. En dan voelen wat je eigenlijk voelde op dat moment. En dan kun je het ontladen. En dan is zo'n. Zo'n zo pijnlijk moment, wat, wat een trigger kan zijn voor allerlei uh, uh, emoties mm -hmm. nu, is, is, uh, is, neutraal, is neutraal. En kan, daarom, daarom kan je niet meer getriggerd worden in, in negatieve gedachten, bijvoorbeeld, of in angst. Of in wat ja, want je, je, in, in dat verband ga je ook in op uh, die uh, EFT, hè? Ja. Ja, um, je iemand. hebt daar zelf ook uh, ervaring mee. Dat ja. um, was voor jou belangrijk ook ja. als, een, uh, als gebeurtenis. En, en misschien toch goed om dat eens even uit te leggen. Hè? Want je zegt: um, als het sporen even volgen, zoals je het nu uiteenzet. Uh, je, je, je gaat mediteren of je neemt die stap terug en je, uh, je probeert te volgen. Uh, wat, er, wat er in je opkomt. Yeah. Um, dan kun je ook uh, ontdekken dat bepaalde thema's uh, je echt uh, apart ja, spelen. Dat, mm -hmm. dat, dat er sprake is van eigenlijk ook pijnlijke uh, gebeurtenissen. Je zegt, nou ja, het gaat er niet om dat je dat uitwijkt, maar dat je ook in die openheid daar eigenlijk ook. Uh, dat je dat toelaat. Hè? Dat, yeah. dat het, en tegelijkertijd is die e EFT, zoals ik het begrepen heb in je boek, en zoals jij hem ook inzet. Uh, een manier om, om dat pijnmoment, en daarmee ook uh, voor zover die pijn zich in jou genesteld heeft, mm -hmm. uh, om dat uh, los te maken om er, en om er eigenlijk ook uh, ja, van verlost te raken. Ja, met, met EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en dat ja. is in feite wel wat je ermee doet. Um, ja, het is een soort bevrijding. Gaat, dus. Ja, je gaat naar de pijn. Ja. Ons ego met name, dus ons systeem is zo gebouwd dat we altijd van de pijn weg willen en daar is ons ego ook heel goed in. Maar genezing, heling van moeilijke dingen, dat gebeurt door er naartoe te gaan. Dus, ja. en, dan, en, dan niet van, en dan niet de emotie, maar de pijn voelen. En dat, en dat uh, nou, sommige mensen die snappen dat meteen en die zitten daar meteen. Sommige mensen moet ik wat harder voor werken om ze daar te brengen. Maar dat is, dat is enorm helend. En, en EFT gaat dan ook met, met een kloptechniek... waardoor uh, meridianen worden geactiveerd... waardoor de neurologische wegennet wordt... wordt uh, ja, want dat gebouwd. is heel belangrijk. Hè? Dus die, 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 die repetitieve, repetitieve beweging... Die, 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 die herhaling op bepaalde plekken... die ja. uh, stelt jou eigenlijk in, in, in staat of die zorgt ervoor... Dat, dat, uh, de herinnering wordt anders opgeslagen dat, in je hersens. Ja, dat hij minder... minder ja. uh... Zij is niet, hij zorgt niet meer voor, uh, je kan er nu niet meer in getriggerd worden. Het is gewoon een neutrale herinnering. Dus, dus om even een, een uh, weet je wel, dat het makkelijkste is als, als iemand iets traumatisch heeft meegemaakt. Dan kun je met EFT dat trauma behandelen. Dus dat kun je helemaal neutraal maken. En dan kan iemand vervolgens daar gewoon aan denken zonder dat ze in de stress schieten. Terwijl nu, weet je wel, posttraumatisch post stresssyndroom, dat gaat over dat je voortdurend getriggerd wordt in, ja. in dat wat gebeurd is. Omdat, omdat onze hersens zo associatief zijn, dus alles wat, wat je hersens doen denken aan iets wat ooit gebeurd was en wat pijnlijk was. Dan slaat het alarm. Terwijl we ja, dus zit... nu misschien niks Ja, ja Dus je heeft. zit eigenlijk vast aan het, uh, aan het verleden. Zon, zonder dat je door Omdat ja. um, je juist in de afweer zit ja. tegen dat uh, ja, uh, verleden. Ja. Dus, dus bij jou kwamen er zeg maar, persoonlijk dingen uh, naar boven. Die, die, uh, die jou eigenlijk blokkeerden. In uh, een aantal nou ja, activiteiten, die ja. je, die, of dingen die je wilde doen. Of ja. oh, überhaupt eigenlijk je, je, je primaire lichamelijke welbevinden. Ja, de ja. Ja. Nee, EFT is, is, is voor mij echt heel fijn geweest. Gedaan, is, ik heb de opleiding gedaan, ter illustratie. Tijdens de opleiding deed ik ook een toneelvoorstelling. En, en toen. Uh, de dag van de eerste try-out, toen merkte ik dat ik, weer, dat ik het weer heel erg benauwd kreeg en bang was dat ik alles verkeerd zou gaan doen. En toen uh, heeft mijn mentor heeft mij behandeld. En die avond stond ik op toneel. En toen dacht ik: ja, met dit bedoel ik. Ik sta Want nu gewoon die rust. Ja, ik heb ja. nu gewoon plezier in ja. wat ik sta te doen. Ja. In plaats van dat ik alleen maar weg wil. Ja. En bang ben en, uh, en me ellendig voel daarna, omdat ik denk dat ik, het, dat ik het allemaal niet goed, dat ik het uh, verpest heb. En nu stond ik op toneel en ik vond het fijn om, om op toneel te staan. Dus dat is, dat is een enorme bevrijding. Ja, ja ik, uh, ik uh, her herken ook het nodige. Uh, ik, ik heb niet heel veel therapieën ge gedaan in mijn leven, overigens. Uh, maar uh, ik denk dat ik wel iets aan zelftherapie heb gedaan, soms op instinctief niveau, ja. uh, wat wat dan heel erg in de lijn ligt van. Uh... Mag ik vragen wat? Nou, ja, één was eigenlijk al heel jong. Uh, dat ik uh, dat is, uh, ik denk ik op tienjarige leeftijd dat ik, uh, ik dat ik, ik had last van. Uh, ja, van een soort stemmen die ik. Uh, en dat uh, terugkijkend zal dat ook wel iets met spanning te maken hebben gehad. Uh, en uh, die, die waren vrij donker en duister. En, en een soort bijna dwangneurotische uh, patronen. Mm -hmm. En um, dat, dat leverde een soort hypersensitiviteit op in mijn lichaam als ik in bed lag. Uh, alsof ik in een soort grote kolossale berg was. En, en dat weet ik nog wel als jongetje. En ik, en ik, en ik voelde die angst van, uh, die, die daarmee gepaard ging. En, nou, dat, en je kent natuurlijk het hele fenomeen uh, van de, ja, dat je op een gegeven moment al bang bent om naar bed te gaan en het licht uitgaat, omdat dan, dan komt het weer. Ja. En, ik, en ik had als kind ook heel veel nachtmerries gehad. En dit was net in, de, in die overgangsfase eigenlijk. Hè. Dus ik, 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 ik pleegde nogal eens krijzend wakker te worden en dan uh, mijn moeder te roepen. En, uh, Um, dus dat heeft best wel een tijd geduurd. Maar dit was denk ik ook in die, precies in die overgangsfase. En um, um, nou, een van de dingen was dus dat ik, um, dat ik op een goed moment uh, uh, echt de knop omdraaide. En dat was uh, denk ik bij mij zelfs nog een soort van religieus gemotiveerd. Van nou ja, laat maar komen. Ik, ik, ik ga gewoon luisteren. Ik, ga, ik wil er niet meer van weg. Van die, uh, ja. ik, en ik duik er gewoon in. Ja. En, ik, uh, en, en dat was, het was echt uh, de, voor mij ook zo'n uh, elementaire ervaring ja. dat het toen verdween. Ze hadden helemaal niks te zeggen. Het, ja. was, het was het. Oh, ja, ging dat is goed. En dat is uh, iedere keer in mijn leven zijn, is dat nogal heel, zodra ik angst voel, dan denk ik, ik moet erin. Ik moet ja. er niet van weg. Ja, dat klopt. Je moet En dat je is angst uh, in. En, uh, dat, dat is een hele, hele belangrijke geweest. En verder rond die EFT's, ja, ik, heb, ik heb een aantal uh, gewoontes. En, uh, ook, bijvoorbeeld ik, ik speel ook tafeltennis en voor mij is het ook een, een van de manieren om uh, ja, soms ga ik gewoon dingen overdenken terwijl ik in een, een heel uh, uh, regelmatig patroon zit met een goede tegenspeler en ja, ja. uh, dan kan ik naar een hele ernstige gebeurtenis en, uh, en, ik, en ik merk dat die gewoon gedempt wordt ja. doordat, ik hem, uh, doordat ja. ik hem in dat patroon uh, dus het, het, ja en dat, en toen ik dacht, oh, dat en toen realiseerde ik me ook en je zei net uh, over, ja, wij laten dat niet toe, maar dat natuurlijk heel veel uh, vroegere rituelen, uh, maar ook met zang en dans en uh, dat mensen moesten zingen zelf. Uh, iets moesten doen, dat die ook te maken uh, hebben gehad, natuurlijk, ook met, met, met pijnverwerking. Ja. Of met, ja. met het plaatsen van ja, 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 en het los ja, want kunnen laten. Pijn is natuurlijk uh, ontzettend uh, persona non grata in onze samenleving. Het heeft geen plaats meer. Ja. En um, want bijvoorbeeld, toen ik in dat rouwproces kwam... Ik wist helemaal niet wat een rouwproces was. En daar had ik ja. nog nooit van gehoord. Het is dat op een gegeven moment zat ik met iemand te praten... en die zei, je zit in ja. een rouwproces. Ja. En ik dacht, nou, ja. toen ben ik erover gaan lezen. En toen dacht ik, maar waar, hoe kan het dat ik dit niet weet? Ik bedoel, waarom ja. is mij dit nooit eens verteld? Ja, maar, school, dat is, dat of zo. Is, ja maar dat is natuurlijk een verschraalde cultuur. Hè? ja. Dat je... ja. En wij zeggen dan: uh, oh, als je er nog steeds last van hebt, dan moet je mijn pillen gaan slikken. Nou, dat heeft letterlijk iemand tegen me gezegd. die ja. zei van: Je moet aan de prozak. Want ik dacht: ik ben, ik, ben, ik ben aan het verwerken. Ik ben. Ja, ik ik, en wat ik. ik dacht ook: Ik zou wel een zwarte armband om willen. Ja. Zodat ja. iedereen weet dat ik aan het rouwen ben. Ja. Of, want dan. dan Laat ze me misschien ook met rust of zo. Dan, dan hoef je niet meer zoveel uit te leggen. Want het is ook heel vervelend om het, te, om het er altijd over te hebben. Omdat heel veel mensen toch niet snappen wat er, hoe, hoe het is. En, en, en willen dan graag advies geven of willen iets zeggen om je beter te doen voelen. Maar dat gaat niet. Want je moet uitzieken. Als je ja. aan het rouwen bent, moet je uitzieken. Zo simpel is het. Ja, nou ja daar stond vroeger ook uh, makkelijk uh, twee jaar voor. Ja. Ja. Als een naaste was uh, overleden. En het is, dat is ook wel iets wat, wat, wat mij opvalt. Is dat, weet je wel, hoe sneller mensen doorgaan na een heftige ervaring... hoe harder er uh, wordt gejuicht. Ja. Maar het is helemaal niet gezond. Ja. Het is goed om... Ik, en, en voor mij is het ook... Zit er ook de waarde van het leven, zit hem ook in de moeilijke momenten. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn cliënten... Wees niet bang voor het verdriet, want verdriet is zo'n mooie emotie. Dat, daar, daar zit zoveel in. Dat, daar zit zoveel van het leven in. Het leven gaat niet alleen maar over hè, lekker wijntje en gezellig en leuk. Nou. Het leven is alles. Het leven is alles wat er te voelen en te ervaren valt. En als je, als je de grote hoogtes hebt gekend en de hele diepe dalen, nou, dan heb je een mooi leven gehad. Maar het gaat niet alleen maar over. Alleen maar succes hebben, of alleen maar dat het alleen maar goed gaat. Ten eerste kan het niet, dat gaat gewoon niet gebeuren. En ten tweede is de waarde van het leven zit hem in, in de volheid ervan, in alles. Ja, in, in mooi. Ja, Doet do me denken aan de, de Amerikaanse psycholoog um, James Hillman, waar ik een uh, grote bewonderaar van, uh, van ben. De laatste jaren ontdekt en ook uh, wel uitgediept, uh, mag ik zeggen. Maar die op een gegeven moment in zijn boek over alchemie, en dat uh, al, hij ziet alchemie ook in de hele vroegere alchemistische praktijk, ook als een um, uh, ja, psychologische uh, praktijk. Um, maar in een van zijn opstellen, de eerste uh, meen ik uit de bundel, gaat over, of de tweede, over, over zout en over zouten. En. Um, en hij neemt dat ook echt uh, zowel dus letterlijk als figuurlijk. Dat onderscheid is voor hem niet eens relevant. En maar um, uh, hij, hij uh, spreekt in dat verband over uh, woorden en een taal die gezouten moet worden. Iemand kan zouteloos spreken of een zouteloos leven leiden... en het gaat over taal die gezouten uh, wordt en... Um, dan komt hij op dat beeld, en dat sluit hij hier helemaal bij aan, en ook, ook eigenlijk waar we het net over hadden. Um, uh, zegt hij ja, dat, dat uh, zout, waar wordt zout gewonnen? Dus, dus waar vindt de zoutwinning plaats? En nou, een, een van de bronnen die hij dan aanboord, nou, dat zijn allerlei bronnen, luisteren naar taal en woorden en allemaal. Maar, maar een van de, de, ook heel persoonlijke aspecten, zegt hij ja. De zoutwinning uh, ligt ook in, in bloed, zweet en tranen. Het lijkt ja. alsof je andere hazen hoort. Ja. Maar, wow. maar, maar letterlijk, omdat de, dus de tranen uh, ja. zijn zout. Hè. Je, ik, ik, mijn kat Boudewijn die kan ook... Uh, nou, niet dat ik vaak huil, maar zweet dat doe ik zeker wel. Uh, maar maar uh, dan komt hij en dan gaat hij likken. Ja. En maar dat bloed uh, ook. Dus, ja. dus, dus, dus die, dat is allemaal verbonden met, met wat wij noemen negativiteit. Hè. Want... Uh, uh, maar dat is juist die negativiteit, is, is dat wat, uh, wat verrijkend, wat eigenlijk zoutwinning is. Totaal, totaal. En, en, en dat, dat lees ik ook in jouw eigen, of in jou, jouw boek, dat, dat ja, pijn je ook veel heeft gebracht. Heel veel. Ik zou iedereen uh, willen adv <laughs> het advies willen geven, ga pijn niet uit de weg. Ja. Alleen, de, 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 alleen het, het gevaar daarvan is, bedoel als ik het nu zo zeg... Ja, dan, 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 kunnen, het, uh, ja, dan kunnen ja. mensen er ook hele verkeerde dingen ja, mee ja, doen. Een soort mas masochistische. Precies, ja, en dat precies. is, het, punt. En dat maar dat is, is de, het niet. De, in dat verband is dat onderscheid tussen pijn en lijden, denk ik ook heel belangrijk. Kun je, kun je daar nog eens wat uh, nader op ingaan? Nou ja, lijden is hechten aan de pijn. Is, ja. is, is uh, uh, als, als ik, ja, ik. ik ik denk dat ik heel goed was in Leiden. <laughs> Als ik iets heb afgeleerd, is dat het. Is dat je, je kan heel lang stilstaan bij iets. Ja. Uh, ik, ik vind een, een, een groot verlies, dat vind ik, dat is iets anders. Ja. Zo'n rouwproces, dat heeft echt tijd nodig. Maar verder kunnen er in het leven dingen gebeuren. Als iemand je kwetst bijvoorbeeld. Ja, daar kan je drie weken kwaad over blijven. Dat kan. Ja. Je kan ook na vijf minuten denken... Nou, loslaten. Je, ja, loslaten en we gaan weer verder. Ja, sorry, oké, okay, klaar. En het is weg. En het lijden ontstaat door, vaak ook door het denken. Erover te blijven denken en het ja. te, willen blijven, te, te willen begrijpen. En heel erg te denken over de ander en over jezelf. En, en daarmee hou je in feite het lijden in stand. Terwijl de pijn was eigenlijk maar heel kort. Als iemand iets heel, even iets vervelends zegt. of iets, iets naars doet of zegt. Dat, is een, dat doet wel pijn, maar als je dat voelt. dan kan je het ook heel snel loslaten. Op het moment dat je, dat je er naar, heel erg naar gaat kijken. En, en, en er iets mee wil doen. en eigenlijk als je er actief vanaf wil komen. Dan, dan ga je eigenlijk al een beetje de mist in. Want dan ga je er een verhaal van maken en dan ontstaat dan ontstaat het lijden. Het lijden zit wel heel erg in het denken erover. Ja, tegelijkertijd... Uh, je, je zit denk ik op een, op een tweespalt. Hè? Want, want um, je, je gaf ook al aan... Uh, het toelaten van de pijn kan ook betekenen... dat je op verhaal komt. Hè? Mm -hmm. dus, dat er, dus ik heb ook wel... Uh, gewoon bij mezelf terugdenken... dat je echt wil begrijpen. Maar het moet... ik denk dat het punt wel is dat je... Um, het moet ergens toe leiden. Of zo. Of het moet. Het, 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 en wanneer de cirkel alleen maar is van opnieuw opnieuw. Precies. Dan dat. word je ook niet verrijkt. Nee. Dan laat je het ook niet los. Dus het. Dus maar soms het, het, het piekeren, het. malen, ja, Het, het doorblijven. Ja. Zagen. En dat, dat, dat. Dan ontstaat er lijden. Maar als je in staat bent om er op een goede manier over te denken waardoor het je iets brengt... dan is denken fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. ja want want een, een van de dingen die je ook onderscheidt... en dat houdt hier verband mee... is het gevoel en de emotie. Ja. En kun je daar nog eens wat nader op, op ingaan? Nou, de emotie is een reactie op het gevoel. En dat wat je voelt is iets anders dan de emotie. Dus als jij... Um... Geraakt wordt door iemand, als iemand jou kwetst, dan kan ja, je dat echt als een pijn scheut voelen. Voelen, ja. En vervolgens reageer je daarop. Door, door welk mechanisme dan ook. Dan, dan kom je in een patroon. Dan kom je in een patroon terecht. Dan kom je in je afweermechanisme terecht. om om te gaan met, met die pijn. En dat is bij iedereen anders. Het is maar net wat je geleerd is in je leven. En ho hoe je dat geleerd hebt. Dus de een gaat zich aanpassen en je gaat zeggen. Oh, sorry. En de ander die wordt woedend. En weet je wel, iedereen heeft een ander, een ander systeem om met pijn om te gaan. En het is eigenlijk dat systeem van, om met die pijn om te gaan, wat het lijden veroorzaakt. Omdat je bijvoorbeeld um, het, het, het aanpassingsgedrag, als je een hele, hele, hele ja. heftige pleaser bent, nou, dat, dat, dat kan voor hele grote problemen zorgen in je leven. Omdat je voortdurend bezig bent met anderen naar de zin te maken. Je kan er fysiek ziek van worden. Omdat je geen aandacht aan jezelf besteedt, omdat je niet, voor, niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Um... Dus dan, dan ontstaat er heel veel lijden. En ook als je, als je heel kwaad altijd aan de ander de schuld geeft, altijd de ander verantwoordelijk stelt voor je eigen emotionele ongemak, dat, dat is uiteindelijk ook een weg van lijden. Voor, ook voor de ander, maar ook voor jezelf. Want het is helemaal niet fijn om altijd kwaad te zijn en om voortdurend uh, kwaad te zijn op de wereld en te denken dat je, dat, dat je iets aangedaan wordt. Dus dat, dat, dat is het, het lijden wat ontstaat uit de pijn die je. Voelt, maar die je, ja. waar je tegen je je verzet. Ja, nou, dus, dus, het, 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 ook hier is, vind, ik, leg ik het voortdurend langs die, die, die lat ook van dat Griekse denken. En het, 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 het aardige is, uh, Aristoteles uh, spreekt inderdaad over pathos. En in het pathos ligt pijn en, 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 en genot. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld bij de woede is de kleinering is het pijnlijke. Dat is, de, 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 dat is ook natuurlijk wat je voelt. De, de boosheid zint op genoegding, op wraak. Mm -hmm. Nou, dat kan in een bepaald opzicht hè, wanneer iemand nou ja, je, je, je kind mishandelt, of je huis in de brand wil steken. of anderszins kan dat een hele goede reactie zijn. Maar um, met die emotie breng jij er nog iets in wat ik. Wat ik wat ik eigenlijk uh, wel ook wel uh, verrijkend vind. Want uh, dus dat, dat gaat eigenlijk over die, die um, wat bij Aristoteles dan, de houding is waarschijnlijk. Dus, dus die, de, de, het, 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 het denkend, gevoelsmatige patroon waarin die pijn eigenlijk uh, wordt opgepakt. Hè? Dus dat je steeds in de, de gewoontes. De, ja. de, de ja. gewoontes waar je waar, ja. je waar je in zit. Ja. ja, want het zijn uiteindelijk zijn het stressreacties. Ja. Bedoel, je voelt pijn en dan ontstaat er in je brein een soort stressreactie en, en vervolgens ga je op een bepaalde manier gedragen. En, en de manier waarop je je gaat gedragen, dat, dat heb je aangeleerd. Dat heb je afgekeken van je ouders of van andere ja. belangrijke mensen. En het goede nieuws is dat je dat af kan leren. Dat is heel fijn. En ja. dat je dan vervolgens gewoon de pijn kunt voelen en daarbij kan blijven. Ja, en, en dan en, is het en, ook vrij snel weg. En, en laten we inderdaad ook die, de rest niet vergeten. Hè, want anders wordt het een, een heel sombere gesprek. Want <laughs> het is inderdaad ook de dingen waar je vrolijk van wordt. Hè? Dus ja. dat benadruk je ook. Van, uh, de, 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 de vreugde die je kunt uh, ervaren. Ja, dat je eigenlijk ook dat weer leert voelen. Van waar we ja, blij hoe, hoe meer je voelt, hoe, hoe meer je ook in staat bent om het goede te voelen. Ja. En om te genieten van... Van het leven en van, van al het moois wat er ook is. Hoe je kan, enorm, vooral als je bang bent, zijn mensen vaak geneigd om alleen maar te kijken naar, wat, naar waar ze bang voor zijn. Dat creëert een enorme tunnelvisie. Absoluut. Terwijl ja. er natuurlijk ook heel veel goeds is nog altijd in de wereld en, 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 en er is altijd heel veel om van te genieten. En als je daar als je daar, dat denken, die, dat ego, dat had ik in ieder geval, dat, dat was nooit zo heel blij. Maar, um, maar als, ik, als dat een beetje weg was, dan kwam ik in een, andere, in een ander bewustzijn terecht. Ja, en dat is, dat is heel vaak van een groot geluk. Want dan ervaar ik, ik, ik hou heel erg van de natuur, dan ervaar ik de natuur. En dan, uh, ja, dan loopt mijn hart over. Ja, maar dat, maar dat is ook wel een boodschap. Het is ook een soort uh, generositeit die, die daaruit uh, ja. volgt. Want ik, ik geloof heel ja, weet je wel, het klinkt altijd zo, zo vaag en zweverig. Van je, moet, je, je, je moet je hart laten spreken of je moet vanuit uh, je hart leven. Dat vind, vind ik altijd een, een lastige. Maar uiteindelijk uh, moet ik bekennen dat het wel vaag is. Want als je, alleen het, is heel, het is heel lastig om het uit te leggen, want het hart heeft eigenlijk niet zoveel woorden. Het is, voor mij is het veel meer bewustzijn dat ik nu een, een ruimer bewustzijn heb dan alleen maar dat denken. En dan kom je al snel ook bij het hart en dan, en dan, ja, dan voel je gewoon meer liefde. En ik denk dat dat wordt bedoeld met dat je je hart moet laten spreken. Dat ego gaat heel erg, over het algemeen heel erg over angst en kijk uit en, 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 en kritisch. En, en, en als, als, dat, als dat een beetje wegdrijft en je komt bij meer bewustzijn terecht, dan kom je ook bij meer liefde terecht. Bij je meer liefdesbewustzijn ja. terecht. Maar en hebben, dat is buitengewoon... We uh, hebben daar uh, natuurlijk uh, ook uh, hele mooie uh, uitdrukkingen voor. Hè? Dus het is dus, dus inderdaad wat je aan het hart gaat, maar, waar je, maar ook die ruimhartigheid. Hè? Ja. Het, is, het is een soort ruimte die... Uh, ja, of wat ik net die... zei, weet je, mijn hart loopt over. Dus ja. Dat gevoel, ja. dat, dat ken ik heel goed. Dus wel, als ik mijn kat zie, dan loopt mijn hart altijd over. <lacht> <lacht> en... um, ja, af, af, afsluitend. Uh, je bent dus ook werkzaam als, uh, als, therape als therapeut. Ja. Um, wat, wat heeft jou. Dat, dat is eigenlijk iets van die generositeit. Hè? Dat je een deel van wat je zelf hebt ervaren, uh, waar je van geleerd hebt, uh, wat je woorden hebt gegeven, uh, dat je dat eigenlijk ook uh, terugschenkt aan de wereld. Ja. ja. Um, wat, wat, wat krijg jij daar omgekeerd voor terug? Heel veel. <laughs> ja, heel veel. Um, heel veel ontroering. Uh, ik heb uh, op dit boek ongelooflijk veel reacties gekregen: in, in de vorm van mailtjes en berichtjes en, uh, alle, en uh, de hele levensverhalen. En mensen die zeggen: Ik heb al honderd boeken gelezen en nu snap ik het eindelijk. En dat is, dat is ontzettend fijn dat, het, dat ik het gevoel heb dat ik iets. Iets, een heel klein beetje, kan doen Nu, voor nu, nu ben je geen, uh, uh, laten we zeggen, reguliere psychotherapeut. Uh, je hebt wel uh, de, de nodige therapeutische uh, <laughs> sessies doorlopen. Ja, zo, in weet er wel van wat je van, zeg maar. Ja, <laughs> ja. maar wat, wat, wat maakt deze benadering nu, nu uh, anders? Ik herken er veel in van uh, ook deels oosterse wijsheid die daarin uh, verwerken? Nou ja, het is, het is in die zin anders dat ik voorheen heb ik heel veel uh, therapieën en god mag weten wat gedaan, en, maar dat bleef allemaal op cognitief niveau. Dus cognitieve gedragsverandering en dergelijke. En voor sommige mensen werkt dat misschien wel, alleen dan, dan kom je niet bij de pijn terecht. En de pijn is de oorzaak van het probleem. Dus Heel veel therapieën die richten zich op symptoombestrijding, mm -hmm. zoals natuurlijk ook pillen enzovoort. Het gaat over het bestrijden van de symptoom. Angst is een symptoom. Ja. En dat wordt veroorzaakt door het probleem, en dat is namelijk een verdrongen pijn. Een pijn die je ooit hebt gehad en die je niet meer wil voelen. Ja. En, en dat hele systeem, dat, die hele computer die ons brein is, die zorgt ervoor dat je dat niet nog een keer voelt. En dat is waar we last van hebben. Want dat genereert allemaal hmm. gedrag en noem alles maar op. Dus mijn uh, filosofie en mijn therapie gaat heel erg over: iemand naar de pijn brengen. Dat weer ervaren. En dan kan het zich ontladen. En vervolgens, weet je wel, dat is niet met één, één situatie voor elkaar. Heb je, sommige mensen hebben daar heel lang voor nodig. En sommige mensen zijn heel snel bezig van: oh, Eureka. Maar dat is. Dan, dan haal je, dan haal je uh, de angel eruit. Hoe, hoe, hoe reageert, uh, de, laten we zeggen, de reguliere. Ja, uh, verrassend genoeg uh, goed. Ja. <laughs> ja, dat is uh, heel fijn. Ik, uh, was laatst kreeg ik een bericht van een, uh, een psychiater die zei uh, ik, uh, dat hij uh, aangenaam verrast was door het boek. En dat hij ook vond dat, uh, dat daar ook binnen de. Uh, psychiatrie meer aandacht voor zou moeten zijn. Dat het meer moet gaan over, over het gevoel en zo. Ook hoe, hoe ja. psychiaters worden opgeleid. Dat is ook heel erg vanuit diagnose en, en pillen en symptoombestrijding. Maar dat, dat het, het... Want wat ik eigenlijk in het boek doe... is dat ik de psychologie, neurologie en spiritualiteit... Ja, die neem je bij, en, bij elkaar. Ja, daar ja. maak ik een beetje één pakket van. En, en met name dat wordt, wordt omarmd. Omdat... Um, Heel veel mensen verdwalen in de, in de spiritualiteit. Ja. Als je geen kennis hebt van psychologie of van neurologie, dat er zoiets is als. Je moet gewoon loslaten. Dat kan niet altijd, omdat we zo ja. niet gebouwd zijn. Ja. Dus dat, dat is belangrijk om te weten. Want dan weet je ook hoe je het moet aanvliegen. Dus, dus vanuit de reguliere hoek uh, krijg ik verrassend veel uh, bijval. Dus dat is fijn. Ja, nou, ik vond het mooi hoe je die uh, verbindingen legt. En ik denk. Uh, ja, allereerst al dat, dat, dat Wanneer mensen zich bewust worden van dit soort patronen Ja dat, dat, dat vind ik Met name heel belangrijk kan, uh, ja, kan Die bewustwording Dat, dat is, uh, dat is mijn, uh, mijn missie eigenlijk Dat vind ik heel belangrijk Oké okay, nou ik, uh, <laughs> ik dank je voor je komst Nou ik vond het heel leuk dank Oké okay, dankjewel <laughs> Beste kijker Als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld Wilt blijven volgen Abonneer je dan op ons kanaal